Ja, Tijmen, je verliest hier met 3-0 van AZ, maar als je dan toch een lichtpuntje moet benoemen, dan ben jij het denk ik deze wedstrijd. Ja, ik ben helemaal gesloopt. Ik denk dat ik vanavond geen meter meer kan lopen. Ik denk dat ik snel naar bed ga. Nee, maar zonde, maar als je ziet hoe je tweede helft eigenlijk nog wel heel veel kansen krijgt, denk ik. En je er geen één maakt en jezelf eigenlijk tekort doet met die 3-0 in de eerste helft. Ja, dan hartstikke zuur. Tweede helft die dat wel kan dus. Ja, was AZ een maatje te groot? Ja, op basis van de eerste helft wel, denk ik. Ik denk dat goede spelers lopen veel door elkaar heen. En ze maakten ons erg lastig in het druk zetten. We kregen niet echt grip op ze. En daar hebben ze goed gebruik van gemaakt en 3 keer gescoord. En dan zie je de tweede helft en had het eigenlijk ook anders gekund. Ja, toch was jij een van de weinige spelers die zich overeind wist te houden. Een paar mooie acties en een paar goede voorzetten gegeven. En uiteindelijk ook Bodega Noord, de man of the match. Dat moet je wel vertrouwen geven in ieder geval. Ja, tuurlijk. Je speelt niet altijd natuurlijk. Als je dan minuten hebt, dan ga ik altijd volle bak en wil ik mezelf laten zien. En ondanks dat je 3-0 achter staat, dan probeer ik nog steeds alles te geven. Want je krijgt nu toch minuten en dan kan je geen steekjes laten vallen. En ik denk dat ik... Het kan veel beter, het moet veel beter, maar nee, dat is wel mooi om dat te zijn, ja. Hoe beviel het de tweede helft rechtsback? Ja, nou ja, ik zat er al redelijk doorheen en dan moet je, het stond achterin 1-op-1, dus dan moet je wel goed opletten. Je moet ook coachen en iedereen voor je neerzetten, omdat het in de restverdediging is nog best lastig. Maar rechtsback heb ik ook wel eens gespeeld, dus dat vind ik eigenlijk niet heel erg. Als ik maar 90 minuten maak, dan ben ik blij. Maar voorkeur heeft wel de voorhoede, neem ik aan. Ja, op zich wel. Ja, tuurlijk. Voorin is altijd het leukste, denk ik. Maar rechtsback vond ik ook niet. Als ik maar speel, dan wil ik het liefst spelen. Dus rechtsback, rechtsbuiten, spits maakt niet uit.